Om mijn kledinglijn Mary Marion te ontwikkelen, haal ik inspiratie uit mijn eigen identiteit. Ontwerpen is niet alleen mijn hobby, maar ook mijn passie. Eén waar mijn levenswijze op gebaseerd is. Creatief zijn, ontwerpen, uit het niets iets creëren. Ik hou van muziek, lezen en me lekker terugtrekken in het bos om tot rust te komen. Daarom heb ik gekozen voor het eiland Kimboto aan de Suriname rivier om deze afleveringen van Healthy Creations op te nemen. Ik ben Meredith Yuria, fashion designer van de Mary Marion Lijn en host van Healthy Creations. Welkom bij een nieuwe aflevering van Healthy Creations met Meredith Yuria. Vandaag maken wij een heerlijke breakfast. We maken een fruitsalade met verschillende soort fruit. Papaya, watermeloen, dragonfruit en heerlijke verse kruiden. Daarna maken wij een bananentoast. Dus die bananen gaan we gebruiken als toast. En dan ga ik een scrambled chickpeas maken. En dat komt erop. En dan zijn we ready to eat. Bananentoast met chickpeas. Chickpeas, walnoten, pekannoten, cashewnoten. Hiervoor heb je nodig papaya, watermeloen, dragonfruit, tomaat, knoflook, gember, dille, basilicum, prei, paprika. Kruiden, gerookte paprikapoeder, all seasoning, cayennepeper, Himalaya zout, druivenpitolie. Oké, ik ga eerst beginnen met de fruit bowl. Nu ga ik mijn watermeloen snijden. Die gaan we in kleine blokjes snijden. Watermeloen komt in een bowl. Daarna zet ik de papaya. Ook in kleine blokjes en een paar pitjes erbij. Ik denk dat we ook nootjes erbij kunnen zetten, want dat is gewoon heel lekker. Maar nu zal ik basilicum ook erbij doen. Heerlijke basilicumblaadjes en dan kunnen we hem gaan mengen. Die dragonfruit zet ik als laatst, omdat als je hem gaat mengen, dan krijgt hij gewoon alleen die kleur van die dragonfruit. En dan strooien we de dragonfruit erover. Als laatst zetten wij de heerlijke nootjes erop.
Maar jullie zouden ook gewoon een lekkere gember taste erbij kunnen zetten. Want dat is ook gewoon heel erg heerlijk, vooral in de ochtend. Maar dit keer heb ik er niet bij gezet. Maar ik zou wel nootjes erbij doen. Pika-nootjes. Walnoten. En cashewnoten. En voor wat extra kleur, because I like colorful food, zetten we basilicum erbij. Nog meer basilicum. Oké. Dan is onze fruit salad af en dan gaan we verder met onze bananentoast. Nu gaan we de plantain toast maken. Ik ga nu mijn banaantje snijden in dikke plakken. Oké, we zijn klaar. That's the part of the plantain. We hebben die banaantjes gesneden en nu gaan we onze chickpeas mashen. Chickpeas. Chickpeas of kikkererwten hebben een nootachtige smaak en kunnen zowel koud als warm gegeten worden. Kikkererwten worden gebruikt als ingrediënt bij hummus en falafel. Chickpeas kunnen helpen bij gewichtsbeheersing, verbetering van de spijsvertering en vermindering van het risico op ziekte. We zetten die chickpeas in een bowl en dan gaan we die nu even mashen. We maken chickpeas, scrambled chickpeas, met wat paprika erbij en tomaatjes. Nadat we de chickpeas hebben gemashed, gaan we paprika snijden en de rest van die kruiden. This seems good enough. Dit is gedaan. En gaan we door met het snijden van de paprika en tomaatjes. Ik gebruik 1 paprika hiervoor. En die zal ik in reepjes snijden. Of eigenlijk kunnen we ze in blokjes snijden. Want dan gaat die mooier zitten op die bananen. In kleine blokjes. Oké, we zijn nu klaar met die paprika's en dan de tomaatjes hier. Die tomaatjes hoeven niet in heel kleine blokjes. Ik zet een knoflookje bij. Groene uien. En dan zijn we ready om het klaar te maken. Ik gebruik verder nog gerookte paprika voor een very smoky flavor. Himalayan salt. Cayenne peper en verder nog een beetje all seasoning.
Cayennepeper. Cayennepeper is een chilipepersoort en werd ontdekt in Frans-Guyana. Daarom kreeg het de naam van de hoofdstad. De cayennepeper beschermt je hart, verbetert de spijsvertering, zorgt voor een gezond gewicht en vergemakkelijkt bij pijn en congestie. Denk erom, hoe kleiner de vrucht, hoe heter de smaak. En we hebben alles, we hebben die chickpeas gemashed, die plantains gesneden en nu kunnen we gaan bakken. De olie is heet, dus dan kunnen we onze bananen gaan bakken. We laten de bananen even doorbakken totdat die lekker goudbruin is en dan zijn die klaar. Die bananen zien er al goed uit, maar ik denk dat ze nog een beetje kunnen bakken. Die bananen zien er gebakken uit. Dus dan zullen we die weghalen. Wauw. Die bananen zijn gebakken en nu gaan we dan verder met die scrambled chickpeas. Ik zet wat dill erin, dik minty en lauw lierpad. Daarna zet ik die groene uien erbij en knoflook. Even laten bakken. Je kan het gewoon echt al ruiken. En dan voegen we die paprika's toe en tomaat. Dit alles even laten doorbakken en daarna zetten we die chickpeas erbij. Kijk, ziet er al prachtig uit en nu zetten we de chickpeas erbij. Even een beetje mengen door elkaar. En dan kunnen we de rest van die kruiden erbij doen. Zout naar smaak. Gerookte paprika poeder. Een beetje cayennepeper voor de pittigheid. En all seasoning. It's perfect. Alright, dan zijn we klaar met onze scrambled egg en nu gaan we platen. We zijn terug en nu gaan we onze bananen toast maken.
We gaan 3 banaantjes doen. Naast elkaar. Hier heb ik spinazie gesneden. Rauwe spinazie. Komt als eerst. En daarna gaan we onze scrambled chickpeas opdoen. Onze scrambled chickpeas is erop en nu kunnen we, ik denk dat we wat nootjes, ik hou van nootjes, dus we kunnen wat nootjes opdoen. Dit zijn walnoten. En daarna wat verse rode basilicum. En dan zijn we klaar met de plating na deze rode basilicum. Ik denk dat er nog wat groen bij moet, dus dan zetten we die normale groene basilicum. En dan zijn we klaar met onze plate. Dit is het eindresultaat. We hebben een heerlijke fruitsalade. En daarna iets hartigs, onze bananentoast met scrambled chickpeas. Het is belangrijk dat je in de ochtend eerst begint met misschien een kruidentheetje en daarna je fruit nuttigt. En dan over een uur of anderhalf uur iets hartigs eten. Maar je kan ook gewoon alleen fruit eten. But this is how I usually break my fast. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. En dat jullie het zullen uitproberen. En tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.